Wat kom jij hier doen, vriend? Wat kom jij hier helemaal doen? Blauw. Wat komt Team Blauw hier helemaal doen, joh? Wat een gekke. Yo, Nintendo fans. Op het moment dat ik deze video opneem, is het Splatoon Splatfest in volle gang. En we gaan eens kijken naar de tussenstand. Hoe staat het ervoor, jongens? Hoe staat het ervoor met Team Pampiertje? Gaat het goed? Gaat het slecht? Nou, ja, op zich staan we al laatste op dit moment. Maar hey, we kunnen nog makkelijk winnen. Wat een feest hier, jongens. Wat een feest. En vanaf nu kunnen we ook drie kleuroorlog doen. Ja, kijk. Dit is nieuw. Oh, ik heb trouwens niet helemaal het goede wapen nog. Dus even kijken of we kunnen winnen, hoor. Hey. We zijn Team Pampiertje. Wij zijn met z'n tweeën. Hun zijn ook met z'n tweeën, maar Team Schaar is met z'n vieren. Oké, okay. Ik dacht het wordt vast 3 tegen 3 tegen 3. Maar nee, het wordt 2 tegen 2 tegen 4. Waarschijnlijk omdat Team Schaar in het midden staat, denk ik. Dus die kunnen dan van twee kanten aangevallen worden. Ik ga eerst eens even proberen om gewoon alles hier te verven. Dit is belangrijk dat we gewoon hier ieder kloddertje hebben. De rest doet er nog niet echt toe. Dat komt later wel. Eerst maar eens zorgen dat wij onze eigen base zeg maar gewoon helemaal geverfd hebben. En wat er daarna komt, dat zien we dan strakjes wel. Daar hebben we gewoon nog best wel tijd voor. Kijk, Team Rood staat natuurlijk nu gewoon voor, Team Schaar. Die hebben nu 24,1. Van de ruimte hebben zij. Maar ja, ze zijn ook met best wel veel. Oké, okay, ik zie daar dat ze vervelend beginnen te doen. Dat is niet de bedoeling, vriendjes. Dat is niet de bedoeling. Ik ga eventjes mijn inkt opladen. Ik ga kijken of ik hem kan pakken. Oh, hij kan mij pakken. Ja, top dit. Daar in het midden gebeurt iets bijzonders volgens mij. Ik weet nog niet precies wat, maar er gebeurt wel iets. Oké, okay, misschien kunnen we hier ook nog even dit stukje verven. Daar komt blijkbaar ook nog helemaal niemand. Dus dan pakken we dit ook nog even mee. Zo. Nou, eens even kijken waar mijn team is. Oh, mijn teammate is dood. Jammer genoeg. Ik wil niet zo laag zitten eigenlijk. Dat vind ik niet echt fijn. Ik wil een beetje hoger zitten, denk ik. Of ga ik toch maar... Ja, ik ga toch maar proberen. Oh, met z'n emmer. Oh, en kijk dan. Oh my gosh. Ja, zij zijn met z'n vieren. Dat is best wel naar eigenlijk. Voor mij is het heel moeilijk om echt samen te spelen met mijn team. Omdat ik heb maar één teammate natuurlijk. Ik moet hier een beetje aan wennen, denk ik. Vooral als je dan wel met z'n vieren speelt. En je kan ook nog overleggen met z'n vieren. Dan ben je wel lekker bezig, denk ik. Dan ga je wel goed. Eens even kijken, hoor. Eens even kijken. Oh, deze ult ging ook niet helemaal soepel. Helaas. Beetje jammer, beetje jammer. Oh, mijn teammate is dood. Mijn teammate is dood. Oh, en ik ben ook dood en hij is ook dood. Ah, Team Schaar, jongen. Met z'n vieren hebben ze 34% van de ruimte, man. Doe eens eventjes normaal. Ga eens even weg met je mooie rode kleurtje alsjeblieft. Ik vind het niet oké. Dit is niet leuk. Ik probeer terug te vechten. Ik probeer gewoon te verven voor ons. Nou ja, we zitten nu op 27. Wat kom jij hier doen, vriend? Wat kom jij hier helemaal doen? Blauw. Wat komt Team Blauw hier helemaal doen, joh? Wat een gekke. Je moet hier toch helemaal niet zijn, joh? Idioten. Kom op. Verven, 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 verven. Oh, nog een dubbel splash. Ik weet niet hoor. Ik weet niet. Ik weet niet waar mijn teammate was en of we dit hebben kunnen winnen. Maar het einde ging oké. Okay. Ja, ik denk het niet. Nee. Toch Team Rood, hè? Team Schaar met z'n vieren. Ik wil ook een keer met m'n vieren. En ik wil mijn eigen wapentje even weer terug. Gewoon de endzap. Let's go. Oké, mag ik nu met vieren of niet? Team Schaar mag gewoon de hele tijd met z'n vieren. Nou. Nou, dan gaan we eerst maar weer lekker hier rustig alles achterverven. Zo, hotseflotsie. Dat er geen puntje meer vrij is. Dit is gewoon het allerbelangrijkste. Want hier kunnen zij niet bij komen. Dan deze procentjes, die hebben we in ieder geval. Kijk, Team Schaar gaat natuurlijk in het begin weer helemaal los. Die hebben gewoon nu weer zoveel ruimte al geverfd. Team Blauw heeft niet zoveel. Team Blauw heeft echt super weinig. Oké, okay, ik ga maar eens proberen aan te vallen. Let's go. We gaan even dit stukje even lekker geel maken allemaal. Zo. Kom even hier naar boven. Ja, top. Een beetje opladen. Ja, top. Ik ben benieuwd of daar al iemand is. Nee. Oh, nu is daar wel iemand. Zie je, ze zien me aankomen. Verdorie. Verdorie. Ja, ik denk dat we gewoon dit moeten houden. Dat dit ons doel moet zijn. Dat wij dit stuk gewoon lekker geel houden. En als we dit stuk geel kunnen houden, kunnen we misschien aan het einde nog winnen. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat zij hier niet kunnen komen. Dit stukje houden. Ja, misschien dit ook nog houden. Oh, er komt er eentje achter me aan. Hier, pak hem. Ja, lekker, lekker, lekker. Oké, cool. Nu wij weer. Nu wij weer. Oh, daar komt er weer iemand. Het andere team heeft een of andere ultrasignaal. Ik weet nog steeds niet wat het is, maar het zal wel. Dit is van ons, jongens.
Dit is ons gebied. Dit is ons gebied. Let's go. Let's go. Ik heb het idee dat ik ook veel sneller kan verven met dit wapen. Dus dat is chill. Even een granaatje gooien. Oh, zij ook. Kan ik die kapot maken? Nou, niet helemaal. Oké. Mijn ult gooien. Zo, hotse vlot. Krijg ik weer wat. Geen idee wat, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik pak even dit stuk hierboven. Oh, doe wat ik... Ze stonden... Oh, zij spannen denk ik daar dan of zo. Ja. Nou, het zal best wel weer gebeuren dat team weer wint, denk ik. Oh, ik heb geen inkt meer. Ik kan niet meer schieten. Ah, dit is zo broken, de drie teams shizzle. Hier, weer team rood. Dit is echt broken, man. Kijk, ik denk dat het probleem is dat het team van 4 op een veel te goede plek spawnt. Die spawnen volgens mij in het midden als je ze dood hebt. En vanuit het midden kan je natuurlijk twee kanten op. Je staat ook nog eens hoog, dus je kan goed zien waar je tegenstanders zijn. Dus waar de meeste winst te behalen valt voor jouw inkt. Ik heb het gevoel dat als jij niet in een team van 4 zit, dat je dit bijna niet kan winnen. Het zal vast wel een keertje gebeuren, maar tot nu toe elk potje wat ik heb gespeeld wordt gewonnen door team Schaar, door team van 4. Want zij kunnen natuurlijk heel makkelijk, als zij twee mensen hebben gekild van het ene team, kunnen zij heel snel schakelen met z'n vieren om de mensen van het andere team te killen. En dan sta je altijd met 2-4. Dus ik twijfel een beetje eraan of dit echt werkt. Maar we gaan het zien, misschien kunnen we alsnog een potje winnen. Ik ben op zich ook wel blij als team Blauw gewoon wint. Vind ik ook op zich helemaal prima. Laten we kijken of het lukt. Om van één van ons om te winnen. In plaats van team Schaar, team Rood. Oké, nou dat is weer het ultrasignaal is verschenen. Ik kan er nog steeds amper bij komen ook. Want die komt natuurlijk gewoon precies in het midden terecht. Dus even kijken. Ik kom er weer niet bij daar zo. Oh, granaat jongen. Kijk uit. We komen er niet bij. Er worden continu granaten op ons gegooid. Maar, oké, misschien komen we er wel bij. Misschien komen we er nu wel bij. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat het is. Ik heb het blijkbaar. Nee, ik had het soort van. Maar dan... Nou. Dan, is dat iets voor ons om te winnen? Moet Team Rood dat dan verdedigen of zo? En kunnen wij dat dan vervolgens pakken? Dat zou best wel eens dat kunnen zijn, ja. Voorlopig staat Team Schaar weer vooruit. Ver voor. Eens even kijken hoor. Dit ding is weer verschenen. Ga even een granaatje opgooien, denk ik. Oh, maar ik word alweer keihard weggejaagd. Ja, ik word alweer heel hard weggejaagd. Ja. Teammate, help me dan daar zo. Nu word jij ook gesloopt door Leon. Denk ik. Of ga jij nu Leon slopen? Nee, je wordt gesloopt door Leon. En wij hebben nog ongeveer de 2% van de ruimte, denk ik, over nu. Lekker dit, zeg. Zitten nu op 20%. Dat is veel te weinig. Team Rood zit inderdaad op 38%, joh. Hoe dan? Hoe dan? 40%! Nou, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het vrij ongebalanceerd is. Dat ze dit nog even moeten checken hoe je dit nou het beste kan balanceren, Nintendo. Want dit gaat redelijk nergens over. Ik zou zeggen, speel dit alleen als je gewoon continu in het team van 4 komt. Want anders dan wordt het denk ik een lastig verhaal. Granaatje daar bovenop. Oh, daar gaan we. Ja, daar gaan we. En dan daar maar een granaatje gooien. Ja, ik heb hem wel verslagen nu. Ik heb er eentje gepakt, maar ik kom er niet doorheen. Ik kom er niet doorheen, jongens. Het is niet te doen. Het spijt me. Weer Team Rood met z'n vieren. Toch vond ik het wel leuk om dit te testen. De test is alleen een beetje negatief uitgevallen. Als jij ook vindt dat het niet helemaal eerlijk is, doe het duimpje omhoog. En laat vooral even in de reacties achter wat je ervan vindt, want ik ben wel benieuwd. En abonneer en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!